Goedemorgen. Het wordt vandaag 26 graden. De kleine gaat zo naar de opvang. Ik heb zo meteen een meeting, een afspraak bij de grachten. Dus ik ga gelijk door. Ja, we hebben net even lekker samen gedoucht. Heerlijk. Outfit struggles. Ik doe deze Joshy hier aan. Kijk, die ziet er zo uit. Superleuk. Ik vind deze bril er heel leuk bij staan. Welke bril? Ja, jouw tolhouwer bril. Die vind ik matchen. En, kijk, waar zijn die schoenen? Deze. Ik vind Josje ook leuk. Nou zegt Wolf, pakt hij deze tas. Maar ik vind hem... Te warm of zo. Alles is een beetje paarsig. Het is een warme dag. Het is ook een warme dag. Ik denk dat deze wel leuk is. Maar oeh, dit is zo not me om mijn schoenen en mijn tas niet te matchen. Ik hoef geen laptop mee te nemen. Dat is goed. Ja, dus dit wordt een leuk. Dank je. Ik zit me op te maken. Ondertussen wordt een boekje gelezen. Maar ze zit dan stiekem te kijken hoe ik me op zit te maken. Ja, stiekem. Zit gewoon zo. It's so cute. Oh. Oké. I am done. Ik heb een knutje, want het is veel te warm. Kijk, dit is mijn look voor vandaag. Nieuw Josh Viertje. Oude Josh Vitas. Deze slippertjes. En knot en gouden sieraden. En ik moet nog een tas met spullen meenemen. Voor mijn afspraak. Oké. Tas 1, tas 2, tas 3. Oké, ik heb een afspraak. Er staat een garage geparkeerd. Want echt de hele stad ligt overhoop qua rijden en parkeren en weet ik wat allemaal. En oh, mijn telefoon, zonnebril, parkeerkaartje. Ja. En verlopen. En zo. Zo. Let's go. Oh, het is zo lekker weer, jongens. Ultieme rust en heel veel bouwbusjes. Of, aannemers en dat soort dingen. Echt insane. De hele stad vol met verbouwingen. En eigenlijk overal. Ik begreep dat echt... Iedereen die ik ken, die is ook aan het verhuizen of aan het verbouwen. Of iets aan het opknappen. Hoe druk hebben de aannemers het in Nederland? Echt... Oké, ik ben klaar bij mijn afspraak. Ik ben dus nog nooit bij Arket naar binnen geweest. Dat ga ik nu doen. Kan ik naar binnen? Dit is toch zo cute? Hoe vinden we deze? Zo mooi vind ik hem. Jongens, pas op je shoplog. Het is been a while. Ik vind deze wel schattig. Nou ja, ik vind hem wel leuk eigenlijk. Wacht, even het andere licht. Het dit, gewoon in zonlicht. Echt zo mijn ding. Lekker warm. Oh. Love it. Nee. Nope. Vind ik wel leuk. Het is wel echt zo'n gewaad ding, maar ik hou ervan in de zomer. Kijk. Dit is ook wel chill hoor. Zo'n mega t-shirt jurk. Oh, en die kleur. Het is zo lekker. Een soort t-shirt dress 2.0. Ik neem die. T-shirt is een twijfeltje. Wel lekker, maar... Het heeft natuurlijk niet echt vorm. Het is wel echt zo'n zomer. Het is niet precies waar ik mee naar een afspraak ga, maar wel thuis chillen. Ja, een thuis chill outfit, ja. Oké, weet je wat? Ik doe hem toch niet, denk ik. Het was een twijfel is nee. Dus het wordt de zwarte jurk, die trui, die lila en natuurlijk deze. En een ijskoffie. Echt shop. Woe! Oké, snel terug naar huis. Oké, terug naar huis. Dan kunnen we nog voor lunchtijd aan die arbeid. Het is zo lekker weer. Ik moet verpleegkundig filmen vandaag en ik wil eigenlijk een ASMR video doen. Maar ik twijfel een beetje om dat dan nu te doen of vanavond als het iets rustiger is. Of zo. Misschien is het nu te warm. Ik heb best wel wat vragen of ik een ASMR video wil opnemen en dan hier. Of dan bij het vakantiehuisje. Want de vibe is wel echt super chill met de vogeltjes en dingetjes. Dus ik... Ja, ik moet, het is genoeg te doen hoor. Ik heb echt zoveel dingen lopen. Campagnes, samenwerkingen. Ik denk dat er nu 6 campagnes, 7 tegelijk bezig zijn. Dan heb ik de hele tijd dingetjes mee, zeg maar. Dus de hele tijd contact over mails en alles. Dus dat kan niet wachten tot vanavond. Maar goed. Oké, een waarschuwing van de politie omdat ik verkeerd reed. Het is zo'n drama. Ik ben de snelweg ding heb ik verkeerd af. Ik ben 30 minuten later thuis met een halve ijskoffie. Ik vond hem zo lekker. Ik dacht vervoeg meenemen om te proeven. Nou, bed. Maar je mag hem opdrinken van mij. Hè? Echt? Vind je hem niet boeiend? Het is koffie met letterlijk die melk. Ja, ik vind hem lekker.
Ik vond hem echt heerlijk. Ik dacht, oh, het voelt goed. Oké. Deze staat ook in de deur. Bam, 23. Wauw. Ik heb dus net de huisarts gebeld. Of de assistent in ieder geval. Of ze al de uitslag hebben voor mijn bloedding. En de assistent reageerde met, ja, ik zie je wat staan. Maar ja, ik kan dat niet nu zeggen. Dus, ja, weet je wat? De huisarts belt je wel even terug. Die moet dat zelf hebben. Ik raak dan helemaal in de stress. Want normaal zegt de assistent dan van, er is niks aan de hand. It's all good. Maar nu hoor ik dit, denk ik. Nou, je weet niet. Je weet het dan, niet. En dan moet je nu gewoon afwachten. En dan is er niks. Maar hij heeft gewoon geen idee wat er staat misschien. Ja, ik ben daar helemaal. Misschien is er daar maar niks. Ja, daarom. Maar ja. Weet hij gewoon niet. Ja, ik denk dat het protocol is dat de, ja, dat protocol is dat de huisarts het eerst even moet bekijken, denk ik. Daar ga ik nu van uit of zo. Ja. Ik kan nu dus aan niks anders denken, terwijl ik weet dat het gewoon echt nergens op slaat. Wij gaan even ergens lunchen. Wij gaan even deze hittegolf genieten buiten lunchen. Even aan iets anders denken. Ja. Ik ga gewoon even ergens heen. Ik heb een nieuwe favoriete zomernummer. Ik heb er niet zoveel mee, maar... Niet zoveel als redelijk Frans, Duits. Maar dat doe ik niet meer. Ik vind het zo leuk. Maar ik hou echt heel erg van Nederlandse muziek. Ik vind dat soort nummers zo... En altijd maar zeuren over de king der kings. Wie? Herman. Ja, of is een grootste Herman van Veen. Nou, ik vind dat een van de meer favoriet. Hij is de gangster. Zijn muziek is wel goed, maar het is gewoon niet mijn favoriet. Maar ik vind echt een beetje dat zwaarderachtige. Dat kan ik echt... Wel, Goede Doel is ook awesome. Funky. Ja... Oké, okay. Daar zit dan nog een verschil natuurlijk tussen Nederlandse muziek. Ik ben soorten. Niet zo van de slager. Kijk, ik wel. Je kan niet haten op, hoe heet die? André Hazes of zo. Super gangster. De original dus. Ik kan het niet, ik ga het niet opzetten ofzo. Ik kan het wel opzetten, ik kan er wel naar luisteren. Ja. We gaan naar Dignita. Want... Dik toch? Dignita. Kom maar, ja, dat zit ernaast geloof ik. Daar gaan we een broodje halen. Het schijnt super lekker te zijn. Oh my god, we zitten op het terras. Dit is raar. It's been forever. En zonder baby ook. Oh my god, date lunch. Ja, ik wist jou ook door. Lunch date. Oh, oh my god. Doet doet. Oké, ik heb een kimchi tosti. En wat heeft dit chocolade? Kijk, ze hebben helemaal in mijn nopjes. Het eten is zo lekker. En sowieso deze hele ervaring. Aan het terras zitten. Sinds zo lange tijd. En dan zonder baby. Oh my god. Het is zo gek of zo, maar. Het voelt als vakantie. We zijn in een tweedehands vintage babykledingwinkel. Het is echt te leuk. Kijk voor Mila dit. Zo cute. Glitterros. Oh, deze ook, jongens. Te cute. We hebben ze gekocht. Second hand, pre-loved. En kijk waar we zijn. Woehoe. Jongens, zo genieten. Oh. Heb je nog iemand hier nog hebben? De eggs. Oh ja, de Easter M&M's. Ja, die mensen hoorden dit helemaal slechts in de vriezer en zo. Yep. Dat we hier niet te lang nu alles kunnen doen. Nee, we gaan nu naar ons oude huis. Ik hoor net wel een klant die wilde afspreken. Zeg maar een vaste klant. En ik zeg, nou ja, prima, weet je, op afstand is wel prima. Maar dat zou dan in Keulen zijn. Maar ik, of ik even volgende week helemaal naar Keulen wil voor 2 dagen. Maar ik denk niet dat dat hem gaat... Sorry, wanneer? Ja, donderdag, vrijdag. Maar ik... Nu? Volgende week, ja! Daarom, ik dacht dat ze naar Amsterdam zouden komen. Maar handig, nee, toch? Maar meer voor mijn borstvoeding. Ik ben bang dat... Sowieso, en nu helemaal naar Keulen gaan? Nee, oh, nee. Eigenlijk, nee. Oh, nee, ik vind het wel heel... Moeten wij dingen weg gaan halen? Ja, sorry. Nee, dat gaat dan via de camera. Of gewoon niet live, of wel? Nee, maar ik snap het. Het is voor de live van een grote samenwerking. Die boot. Het is een soort spookboot die hier staat. Die blauwe ook. Oh. Wij zijn in ons huis. Bij de kiddies. Vakantiehuis. Huisvakantiehuis. Bij de kiddies. Lekker knuffelen met je kiddies. Oké, ik hou even wat dingen op, zoals de ASMR microfoon, een maskertje en ik wil wat dingetjes doen. Ik heb nog iets anders nodig. Ja, oké, wij zijn eigenlijk best wel lang al hier.
Gewoon met Sim knuffelen en Manisha ook. Die wil toch echt meer alleen zijn. Ook al zijn we hier, dan wil ze even knuffelen en daarna gaat ze weer weg. Of dan we doen zeg maar de tuindeur altijd open en dan gaan ze even naar buiten. En, oh, jullie zijn er ook, knuffel. Ja, nu gaan we even buiten spelen. Oké, okay, ja. Yeah. All good. Ik had net een poll gedaan of mensen wel een ASMR video wilden. En hij vroeg mij meer nee. Ja, yes. Oh my god. Is het klaar met ASMR, guys? Yes, was is klaar. Oké. Okay. Let's go, go. Maakt het niet uit, want als echt mensen dat niet willen, dan... Heb je geen keus? Nee, dan maak ik hem niet ASMR, zeg maar. Ik heb alles bij me, dan is de microfoon wel heel goed. Nou, ik heb net de huisarts gebeld, of althans de assistent. En het was wederom... de huisarts moet het echt zelf en die kan nu dan niet bellen. Dus die belt morgenochtend en dat. Maar ik denk dan, de assistent zegt normaal als er dus niks is. Ja, maar ik weet niet of zij die waarden zo kunnen aflezen. Ja, maar ik heb vaak... En kunnen ze dat niet, hè? Nee, ja, eigenlijk, ik ben gewend dat je iets van een bloedonderzoek hebt en dat dan de assistent zegt... Hé, maar er is dus niks aan de hand, weet je wel, of het is oké. Okay. Maar dat heeft ze niet gezegd. De huisarts moet per se even bellen en dat gaat vandaag niet meer redden. En ik heb dan helemaal ideeën in mijn hoofd van hoezo dan, want is dit dan een heel lang verhaal of zo? Nee, als het heel ernstig was geweest... Dan had ik wel erheen gemoeten, denk ik. Nou, ik weet niet. Dan hadden ze je al wel gebeld, in ieder geval. Ja, dat kan ook. Ja, dat is... Ja. Nou, in ieder geval... Je weet nog steeds niks. Nee, volgens mij dat dus ik moest vragen, moet ik me zorgen maken? Ik denk, nee, doe dat maar niet. Dan dat je dat doet. Nee, maar straks dan zegt ze iets en dan ga ik me helemaal zorgen maken of zo. En misschien is er wel helemaal niks. Dus met andere woorden, ik kan nu beter gewoon rustig wachten en niks doen. Ja, dat is wat ik ga doen. Dus dat. Dus dat, zeg ik heel vaak. Weten jullie die misschien niet al over? Onze dochter halen bij de opvang. Jee. Dat is wel een leuk dagje met eten. En lekker een beetje winkelen. En gewoon gezellig met z'n tweetjes. En daarna gezellig met z'n tweetjes. En dan thuis moeten zien met Marlies knuffelen. Dat is fijn. Nu gaan we naar onze baby. Nu gaan we naar onze baby. En dan gaan we naar huis. En dan hopen dat het barbecue ding aangekomen is. Ik denk dat het alleen maar aankomt. Moppie. Mila, was het leuk vandaag? Was het leuk vandaag? Ja, hè? Jij een leuke dag, wij een leuke dag. Woe, voetjes in de lucht. Oh mijn god, die voet, I can't. Die was zo cute. Alright, Mila ligt op bed. Wij kunnen niet barbecuen, want onze speciale barbecue is nog steeds niet aangekomen. Ja, dus we gaan niet barbecuen. Ik ga het serieus in de koekenpan en de airfryer maken dan maar. Super lekker barbecue weer. Maar helaas, en dan denk je, ja, we hebben een barbecue thuis, dat is een grote ton, maar om die nou hierheen mee te slepen, is ook intens, hè. Maar dat is hun zin in, ik kijk er echt dag naar uit. Maar ja, ze reageren ook niet waar ik het besteld heb, dus stop. We moeten dus pakketjes maken voor op de barbecue. Met ui, knoflook en nog een paar dingen. Aardappeltjes erbij, maar ja, dat ga ik dan maar gewoon in een pakketje in de airfryer doen. Kijken of het werkt. Amen. Meer. Jongens, ik heb mijn homemade barbecue saus mee, die ik een tijd terug heb gemaakt. Kijk nou hoe heerlijk. Het is echt, poep, eerlijk. Hoe lekker. Insane. Echt heel lekker. Echt heel lekker. Oké, okay, burger. Beneden, helemaal onderin. We hebben deze. Oh, dit ruikt absurd lekker. Een hele tank knoflook. Aardappeltjes, ui. Oké, ik moet zeggen, het is nog best oké in de airfryer. We hebben het zo gekruid dat het barbecue-esque ruikt. De burger is een soort van omgevallen. Mij ook in de koelkast gezet. Kijk, tadaa. Die dingen kan ik dus ook nu op de burger doen eigenlijk. Zoals de ui en zo. Misschien moet ik dat doen. Zo. Oh my god, dit is echt. Heel eerlijk, wij maken echt. Al meen ik oprecht goede burgers. Echt elke keer als we het weer doen. We hebben nu weer met ananas en blauw kaas erbij gedaan. En dan dit uit een pakketje. Oh, de smaak in die aardappelen. Waarom heeft elke filter van jou een glitter? Sorry. Echt elke. Kijk, nu zo, dan komen die knoflopen eruit. Zo.
Dat is een hele teen. Oh, de knoflook is ook echt perfect. Oh, dit is lekker zeg. Ik haal even al die tenen eruit. Kan ik die zo? Ja, die is nice. Ik vind nog steeds dat we ooit een burgerbar moeten starten. Of een burgertent. Ja. Ooit. Ooit gaan we er wat mee doen. Zeker weten. En? Ja, ik heb een stuk slaap. Oh. Ja, dat is toch goed. Goed gekeurd? Ja. Ananas had wel echt meer doorbakken moeten zijn. Wat? De ananas. Oh, de ananas. Oh ja. Ja, ik heb hem koud en alleen, Foep heeft hem warm. Ja, alleen het vuur stond denk ik net te laag. Maar dat ligt meer omdat ik het, aan omdat ik de vuur nog niet helemaal heb. Ja, oh, vuurkoken is toch wel heel anders, hè? Mm-hmm. Ik vind met vuurkoken het lekkerst wat er is, maar het... Gewoon, ja. We hebben straks ook niet hoor in ons volgende huis. Barbecue is lekkerst. Och, ja, dat is in principe op vuur. Dat wordt de enige vuurkoken wat we gaan doen, denk ik. Ja. Oh, die tenen, knoflook. Ze zijn niet te zacht, ze zijn niet te hard. Ze zijn precies goed. Ik ga een hap nemen. Kijk hoe die eruit ziet. Oh, die ananas is wel heftig. Nou, daarom denk ik dat die meer de bakken moest zijn. Dat verheerst een beetje. Niet erg, maar... Jezus. Oké, de film setup staat klaar. Ik had dus de ASMR mic al mee, alles. Maar ik ga er gewoon een video van maken. Maar ik ga eens met de ASMR mic opnemen. Dat is dus losse audio. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik heb ook nog daar audio voor de zekerheid. Oké, ik heb gefilmd. Ik heb een lekker gezichtsmasker gedaan. Ik heb mijn lippen gescrubt. En ik heb kokosvet in mijn haar. Maar ik heb niet heel handig gedaan. Want ik wilde die om mijn hoofd wikkelen. En dan ermee gaan slapen. Maar volgens heb ik hem gebruikt voor het masker. Is die nat op twee hoeken. Nou... Dat is niet heel fijn, want ik heb nu niks op mijn hoofd eigenlijk. En om nou zo'n hele grote handdoek te wikkelen, dat slaapt ook niet heel lekker. Dus ik kijk even wat ik doe. Misschien was ik het er voor het slapen uit. Misschien laat ik erin. I don't know. Fun fact, ik heb uiteindelijk niet het statief gebruikt, maar dit. Ik ben nu alles naar de editor aan het sturen. Videobeelden, losse audio. Hier, dit is bijvoorbeeld allemaal audio die ik heb opgenomen net. Dat is altijd nog een beetje ingewikkeld. Het editen moet je dan zeg maar die audio daar vastplakken en daar dat een beetje tweaken en dan precies een millimeter goed. En het is altijd bij ASMR video's dat helemaal erg, omdat je wil elk klakje op het goede moment hebben. Dat wil je nu ook, maar soms kan je ze heel lastig synken. Dat is zo'n dingetje. Maar ja, ik weet dat er ook automatische synkprogramma's zijn en zo, maar ik doe het liever gewoon wel handmatig zelf. Oké, we gaan slapen. Het is middernacht bijna. Veel te laat. Wel, zuster, bedankt voor het kijken en tot morgen. Bye. Okay.